Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. En we gaan naar Amsterdam, naar Beursplein 5. Want daar staat beurscommentator Dirk Veenstra. Dirk, kom erbij. Hallo. Hallo. Laten we als begin van deze serie van het beursspel eens proberen om de beginnende beleggers slimmer te maken. En dat gaan we doen aan de hand van 5 tips. Of misschien wel 6. Dirk, wat is jouw eerste tip voor een startende belegger? Ik denk dat de eerste tip voor een startende belegger moet zijn gewoon begin. Want heel veel mensen denken van ja, beleggen ingewikkeld, duur, lastig, koersen staan hoog. Misschien moet ik nu niet instappen, moet ik straks instappen. Maar dan mis je dus wel de kans op rendement. Dus mijn advies gaat zijn van denk je erover na, begin gewoon, maar begin voorzichtig. Maar begin in ieder geval, dat is het belangrijke. En als je niet durft met echt geld, doe het dan in het beursspel. Dan speel je met virtueel geld. Dan kun je toch een beetje ruiken aan hoe het is om geld te hebben belegd. Oké, en dan gaan we naar tip 2. Jim, wat moet je vervolgens nog doen? Als je dan besloten hebt, ik ga beginnen en ik zou dat zeker doen, dan moet je ook eens gaan bedenken, hoeveel rendement heb ik nou eigenlijk nodig? Want waarvoor beleg ik? Hoe ga ik mijn doel bereiken? En dan kun je zeggen, ja, ik wil zo hoog mogelijk rendement, maar bij een heel hoog rendement wordt ook een heel hoog risico. Als je heel hoog rendement wil, moet je niet vreemd opkijken als je portefeuille halveert. En dat is wat de meeste mensen niet willen. Dus bepaal een realistisch doelrendement. En op basis daarvan ga je portefeuille invullen met instrumenten die bij je passen. Oké, Dirk, kijk ik jou weer aan. Heb je nog een tip voor ons? Jazeker, want als je dan hebt besloten te gaan beleggen, nou, het beste advies wat ik inderdaad wat je kunt aannemen van ons. Denk dus goed na over je rendement, laat het realistisch zijn, maar ook doe niet alles tegelijkertijd. Dus stel je voor, je hebt om mijn paar 10.000 euro spaargeld over. Ga niet 10.000 euro nu beleggen, maar bijvoorbeeld beleg bijvoorbeeld 3.000 euro nu en wacht nog eens een week, kijk er nog eens even naar hoe dat voelt, hoe het gaat en beleg dan bijvoorbeeld een ander deel daarvan. Dus beleg een beetje gespreid in de tijd. Dus niet alles tegelijk. Nee, wel beginnen en gespreid in de tijd. Jim, tip 4. Ja, niet alleen gespreid in de tijd, maar ook gespreid in de portefeuille. Als je die 10.000 euro hebt, ja, gaat dat dan niet in één bedrijf stoppen waarvan je denkt, nou, dat wordt het helemaal en misschien gaat het wel verdubbelen. Nee, het is veel beter om bijvoorbeeld dan 10 aandelen te kopen of 10 ETF's, waarmee je een hele goede spreiding hebt, wel het overzicht behoudt. En waarom is dat nou zo belangrijk? Soms gebeurt het een keer dat je een aankoop doet die niet uitpakt zoals je hebt verwacht. En dan moet het niet zo zijn dat het aandeel dat -30% of -40%, hè, die Netflix, als die zo hard daalt, dat je dan alles kwijt bent. Dan heb je er nog 9 die rustig renderen en niet dalen. Dus hè, communiceren de vaten, niet alle eieren in één mandje spreiden. Maar inderdaad, ook weer niet te veel spreiden, als ik jou zo begrijp, Jim. Je hoeft niet honderden verschillende aandelen in portefeuille te hebben. Nee, dan raak je het overzicht kwijt. En overzicht is een van de belangrijkste dingen die je natuurlijk moet hebben als belegger. Je wilt wel, als je je scherm aanzet, weten wat er staat, wat het allemaal is. 10 tot 20 aandelen of ETF's heb je een hele mooie gespreide portefeuille. Dirk, voor jou tip 5. Ja, mijn tip 5 zou zijn, ga niet handelen. Hè? Je bent een belegger, dus probeer niet te veel rustig te worden. Rustig blijven. Je hebt je doelen gekozen, je hebt je aandelen gekozen, of je trackers gekozen, of je indexfondsen gekozen. Ga er niet mee handelen. Koop even meteen weer verkopen als je wat onrustig wordt. Nee, blijf gewoon zitten. Buy and hold. Het klinkt saai, het klinkt ouderwets, het klinkt whatever. Hè? Maar Warren Buffett bijvoorbeeld is niet voor niks een van de rijkste mensen ter wereld geworden met gewoon aandelen te kopen en vast te houden. Want pas dan krijgt het de kans om te renderen. Goed, en dan kijk ik jou nog even aan, Jim. Want jij hebt nog een tip, of ja, eigenlijk een anti-tip. Iets wat je beslist niet moet doen. Nee, er zijn heel veel dingen die op de beurs fout kunnen gaan. En eigenlijk komen ze allemaal vanuit dezelfde gedachte. Namelijk dat je denkt dat je heel snel geld kunt verdienen. Nou, dat moet je vooral niet verwachten op de beurs. Je kunt mooie rendementen maken, maar van die 10.000 euro in een paar jaar een Ferrari maken, dat gaat niet gebeuren. De kans dat het dan nul wordt, is aanwezig. Als je realistisch bent, een mooi gespreide portefeuille hebt, ja, dan gaat het goed komen. En ja, is dit misschien wel het moment om te beginnen als je dat nog niet hebt gedaan? Ja, oké. Dirk? Beginnen, dus dat is het waard. Begin, hè, maar wees voorzichtig, wees verstandig en wees realistisch. Dat is goed. Het goede advies voor beginnende beleggers. De cirkel is weer rond. Dank jullie wel, Dirk en Jim.